van een klein lensje en een groot lens. Met een plof valt de post op de deurmatten. Clara heurt het verhaal en neemt later neemt ze het bundeltje mee naar de kamer. De kampioen, wat reclame en een brief van de gemeente, Zwarte Waterland. Wat zal die nou weer hem dan? Een uitnodigen voor een gesprek. Volgende week donderdag om 10 uur. Hé, wat zal dat weer dan? Zo vaak werd ik niet uitgenodigd op gemeentehuis. Misschien was Erman uw man er wel meer van. Maar Erman wist ook niet. Ik kon zich geen misdaad herinneren. Nou, we horen wel wat er aan de hand is, was zijn commentaar. Maar wat moest geen zien hier? Oh, die kwam zomaar even aanwippen. Ja, of zomaar. Die moest even vertellen dat ze nee deur is voor het aanrecht kreeg. Nou ja, Krien, die moet Jacob natuurlijk maken. Dat kwam ze even in geuren en kleuren vertellen. Erman, die man van u krijgt nooit rusten, zegt Clara. Gisteren heeft altijd wat te maken. Jacob, je moet me een paar plagen in schuurding maken, dan kan ik er nog eens wat opzetten. En dan weer een extra planken boomt aanrecht. Nooit tevreden, hè? Wie die nog van die zitkolen in de tuin? Somde Clara op. Dat leek er toch zo mooi. Nog een jaar later moest de zitkolen alweer dichten. Het was toch niet wat ze ervan verwacht hadden. Kon Jacob hem in suite werken om dat gat weer dichter te gooien. Erman, iemand blij ben dat ik niet zo vuurlezend ben. Och mensen, daar ben ik ook wel blij van. Maar ik zal door gauw afleren. Ik gooide de zitkolen weer dichter als hij er nog in zat, merkte Erman terug eens op. Dat zou je dan wel gewaar hebben, mannetje. Dan wou je wel een uzelster kwijt. Ik knikte. Zijn vrouw had gelijk. Ze zorgde goed voor hem en de kinders als zoals alleen groter bracht, omdat even zijn werk zo vaak in buitenland zat. En nou zo bleef dit waan, hadden ze nog een mooi leven. Hij Erman had zijn kubbel die kiepen en Clara die mocht graag alken en breien. Alles met elkaar, nog werk genoeg. Als Clara smiddens met een breiwerking bezig is, denkt ze nog eens na over de brief van de gemeente. Wat zullen ze van Erman mun? De belasting hadden ze al betaald en de struppen langs de stoepen hadden ze van Erms al kutwikt. Meer narigheid kon ze ook niet bedenken. Dan kreeg ze opnieuw een helder ogenblik. Het zal zomaar kunnen dat Erman een linting kreeg. Ze moest er zelf in me lachen. Maar toch? Ja, het was die afscheid na bij zijn bedrijf, hadden de directeur hem nog roemd voor zijn inzet en zijn motivatie. En was hij al niet sinds jaar en dag druk met de buurtverenigingen? Als ze aan de thee zitten, begint ze er weer over. Erman, heb je al enig idee wat hij op gemeentehuis moet doen? Dat ik hoe de halle zegt, dat weet ik toch niet? Dat horen wij door dan wel. En plomp verleuren, zegt Clara, misschien krijgen we een lintje. Erman zal zich versloeken in de thee. Meisje ook riet in de kop. Wat beweegt u? Ik een lintje? Hoe verzin niet? Nou ja, ik zeg hem wat. Ik zal anders niet weten wat hij daar doen moet. Het werd er wel stil aan het oven. En Clara pakte het breiwerk mij weer op. Zo jongens, alweer wakker? De dagelijkse begroeting als Erman een kiephouder binnenloopt. Ik zal u wat geven jongens. En u ziet ondertussen 5 eiers in de nesteling. En er komen vanmiddag vast nog wel een paar bij. Met voldoende geduld is in het voerpenniging. Ze leiden nog best, al waren ze al zowat 2 jaar. En ik een lintje, jongens. Hier met elkaar hebben we een lintje verdiend. En het was net of de haan hoorde wat hij zei. Want hij begon staart de grond te lopen. De bus vooruit, net of hij zei wel, dat past mij wel, zo'n onderscheiding.
Als er maar weer in huis komt, ligt er een briefje op de keukentafel. Ik ben Norfem, koffie drinken met de buurvrouw. Als je koffie wil, er zit water in de kranen en het pak koffie staat bij de Aldi in schap. Tot straks. Hij schrok ervan. Oh, nou was Bintuur die de buurde van de brief van de gemeente. Vrouwke, dat niks voor ze houden. Dat had een geleerde onderzocht. Vrouwke met 47 uur een geheim bewaren. En dan ligt geheim op straat. En Clara, u had ook bij die categorie. Altijd gezellig zo'n koffieman met de buurvrouw. U had de laatste negies en de familie aangelegenheden. Het was ook wel makkelijk als een van de vrouwen niet kwam opdagen. Als ze dan even met stilte vullen, dan lieten ze de afwezigen toch even voorbij komen. Clara stak gelijk maar van wal. Herman met donderdag op gemeentes komen. Oh, en wat heb je tevreden dan? Nou, niks natuurlijk. Er stond al niet in die brief dat ik moet komen. En zonder dat ze verder over de uit te wijden, tette de fem. Oh, dan krijg je vast een lindy. Dat doe je wel eens vaker. Dat hoeft niet altijd op Koningsdagen, hoor. En dan werd er gekeken naar Adder dan bij Erreman in Kiepolle. Oh, dan werd die ridder. Dan wonen wij binnen kut in de Elitebuurt. En dat is wel een fijn gevoel. Clara, dan moet hij wel strak in pak als hij erin gaat, dacht Jans de Wien. Heb je nog wel een pak? En dan mag hij ook nog wel in. Nee. Oh, kwam Clara tussen beiden. Je weet natuurlijk niet, kan ook wel wat anders zijn. Wij wachten het wel af. Hij dan ook alweer dat Geesje nou weer een tuinje zien wil? De zitkoele is nog maar net dichter, of ze heeft alweer wat anders bij het einde. Nee, ze kan niet zo goed in de zonne. En met zo'n tuin zien, zit die binnen en toch ook buiten, was Fem. Dat mensen is nou nooit eens tevreden. Dan moet Jacob weer aan de bak. Die man werkt was dag en nacht, van Jans. Nou, en dan zullen we weer een paar plankjes in moeten, zei Jans. Dan kun je ze mooi van alles opzetten. Nee, dan die kerel van mij, begon Henrike. Die zal mij van alles bloempalm boden. Met nog nergens groene blaadjes te zien. Kijk ik in de schuren, zitten alle ballen nog in de verpakking. En die stonden er mooi te verschimmen. Hij had er niet meer aan gedacht. Ja, die kerel van mij heeft twee linker aan. Die mag wees vanavond ruilen met Jacob. Het koffieuur ging vlug voorbij. Ze waren weer helemaal erbij gepraat. Het gemeentehuisbezoek lukt Clara niet los. De buurvrouw man nou de hoge zegt. En dat Erma zijn goede pak aan deur, dat leek er ook wel een goed idee. Hadden ze nog helemaal neer stropdassen, dan stond hij er ook netjes op. Erma, ik heb een pak kloor aan, hè. Het werd zeg eens aan dit, dat we ons omkleden. Ik doe geen pak aan, je bent toch wel wiezer. Misschien past het me niet eens meer, sputte de Erma. Doet het nou maar aan. Fem zei ook, dat hij bij zo'n soort gelegenheden net eens op moest staan. Ik heb ook een hele stropdassen gehad. Toe maar, sneerde Herman. Kan weer niet op vandaag. Ik snap niet wat ook bezielt, wat hij ook in teuft aan. Als je hem een pak gewurmd heeft, is dit hem te gaan. Je kunt ze door niet laten wachten. Ambtenaren, dat bij mensen van de tijd. Op tijd pauze en op tijd naar huis. Als ze in de auto stappen, kan broer of Jan de buurman nog eenmaal lopen. Kerel Herman was hij eruit. Ik kon wel bij Willem-Alexander op bezoek mee. Maar hij was zo ver hem, bel hij mij dan heen. Dan kon vast de vlagen uitsteken. Zie wel, dacht Herman. De koffieman heeft zijn werk wel gedaan. Die buurt er genoot al. Wat is die stille, flusterde Clara. Als ze door de gang naar de balie lopen om zich te melden. Je zal niet zijn dat hier zo'n 50 mensen werken. Ach, dat weet hij toch wel, zei Herman, erder dan nodig. Ambtenaren doen ze maar niet zo veel, anders weten ze niet wat ze smiddags moeten doen. En was het op gemiet dus stille,
In de auto is nog stiller als op de terugweg ben. Clara zuchtte iets dieper. Ik had het me heel anders voorgesteld, Herma. Ach mensen, dat wist ik toch wel, hier met een lintie. Dan laat u ook toch op de kop gek maken door die buurvrouw. Maar dat het nachtakker van de kippen al 20 jaar op gemeentegrond staat, dat wist ik ook niet. Dat hadden ze kort geleden geconstateerd, zei de ambtenaar. En dat was het zich wederrechtelijk toe-eigenen van andermans eigendom. En dat mag niet, doseerde de wiesneuzen. Herman begon met oude nacht weer op te winnen. 20 jaar al ik dat u die grond al onkruidvrij. Ze deunden nooit wat aan. En ja, als de onkruidboom de struik nu groeide, dan kwamen ze een keer schoffen. Nou, maar je hebt de waarheid goed gezegd, memoreerde Clara, die er bedoest uit alweer de boom was. Wil je ook nog dat we de huur betalen over dat stukje grond wat nachtig opstaat? En ook nog wel met terugwerkende kracht, die snelde heb. Och mensen, het is goed dat wij de bij waren, anders had ik met terugwerkende kracht aan zijn strop daar zien over het bureau terug. Herman kreeg er nog weer warm van. Trek zijn stropdassen af en gooide hem achterloos op de achterbanken. En ik deed zijn bordenknup in lus. Zo, kan ik weer verzoenlijk oorzen maken. Stropdassen was niet goedkoop hoor, keek Clara weer de helft aan. Ik had het er toch niet om gevraagd. Maar voor hij die brieven loon, waar als die kwast het over hadden, dan zie je toch dat hij onze maand geleden al in kennis had gesteld. Oh, die heb ik verscheurd. Ik dacht dat ze de belastingen weer wilden verhuren. En toen dacht ik, daar doen we niet meer aan mee. Herman bromde wat. Binnenkort gaan we anderen hebben, volgens die pennenligger. En dat nachthokken moet verplaatst worden. Nou, zie anderen hebben maar, mompelde Herman. Ze hebben s'avonds nog maar net eten op, of dan stept Sven in de keuken. Clara, kun je ook elke man een kopje suiker? Ik heb het toch alles op. Ze zette het kubbing op de aanrecht, daalde neer op een keukenstoel en ging er eens even goed voor zitten. Nou, hoe heet dat op gemeentehuis? Niet zo best, Fem, niet zo best. Clara vertelde Tille de relaas. Van vooral de riertijd viel Fem de mond los. Oh, en Herman heeft die ambtenaar als hij stropdas over het bureau getrokken? Nee, dat niet hoor, dat net niet. Ze moest even Fems gevoel voor drama wat indam. Bij Fem wist genoeg. Ze kwam bij de sterk verhaalde buurt in en dat was er wel toevertrouwd. Het kubbing voor de suiker achterlaten op de aanrecht. Vergeet ze verrempel de suiker, dacht Clara. Maar Fem kwam niet voor de suiker, die kwam voor de persconferentie. Zo jongens, begroet Herman zijn eierfabriek weer. Wat is het? Nu wij 20 jaar s'nachts over de grenzen slopen. Hij doet daar niks van de markt. Ik kreeg geen antwoord. De kippen hadden alleen de aandacht voor vervoerpenning. Dat Herman in de voerbak kieperde. Dan bekijk hij het nachthokjes. Het werd er niet beter op. En als hij dat moest verzetten, ach, dan bleef er toch niks van over. En dat dan op zijn leeftijd. Er stopte een auto langs de stoepraad. Als hij opkijkt, ziet hij het gele auto ging van de gemeente. Er stappen 2 mannen uit, iemand met een meetlint onder hun arm. Wat zal er gebeuren, man? Ja, we moeten de eigendomsgrens zetten tussen ongrond en die van de gemeente. Ze gaan met die aan het werk, uitmeten. En puiltjes gaan ze zetten. En dan trekken ze een rood-wit lint van voren naar achter, over het kiepbok heen. Zo Herman, je ziet wel dat ik dacht al een verzetten men. De kippenboer stelde wat verbouwereerd bij te kieken. Wie heeft daar dan last van, vroeg hij. Maar dat wisten de mannen ook niet. Daar gaan we niet over. En met een het beste ermee vertrokken ze. Het werd een opleuping als de buren smiddags weer komen van het werk. Hij gunkte maar een mijn. O, Herman, wat is nou man? Wat ben je rikkelijk bedoeld? Je ging voor een klein lintje en ik kreeg een groot lint. Waar heb je dat aan te doen?
Herman lachte wat skamper, gaf tekst en uitleg. Tjonge, jonge, wat een stelling in muggenzifters. Hebben ze door niks anders te doen? Baste Rolf Jan. Gewoon anders staan, meende Herm. De man leunt me zo'n nacht ook heen. Ja, dat had zijn beste tijd wel had, dachten ze. Je zin zelf, mengde Herman zich in gesprek. Als dat verzetten moet en afbreken, blijft er niks van over. De buren druipen hem af. Als we jou helpen kunnen, dan moet het maar zijn, hè? Wat zien ze? Vroeg Lara, als hij weer in huis kwam. Nou, ze vonden wel dat we een mooi groot lentekring hadden. Ze konden wel om me lachen. Maar kinderachtig van de gemeente, om daar moeilijk over te doen, dat vonden ze ook wel. Maar wij zitten ermee. Onder wiel zes eilers op de aanrecht lijkt. Gelukkig, de kippen trekken zich weinig aan van al dat gedoe. Die gingen gewoon in gang. Het is weer een paar dagen later. Hij meevrouw Clara, zei Herman, dan is Jacob al bezig met het nieuwe tuinhuisje van Geesie. Ik hoor al een paar rooms zang en boon. En hij doet het niet alleen, hoor. Ik zag Rolf Jan en Arm van Enrico nooit eten ook die kant op gaan. Nou, zegt Clara, dan ga je toch even kijken wat ze aan het doen ben. Ja, ik kijk er wel uit. Dan beginnen ze gelijk weer over dat grote lint. Lachen ze weer om me mee. Het is toch geen groter vermaak dan leedvermaak. Je hebt wel wat te doen, de meid, met hun lintie. Ach man, je moet niet zo moeilijk doen. Wij vinden er wel wat op. Waar ben je nou naar hen? Als Lara ziet dat Herman zijn jas aanschuit. Want het is beide gewoon stiet. Oh, ik ben er zo weer. Hij kon zijn nieuwsgierigheid niet langer bedwingen. Moest hem kijken hoe ver. Of ze waren met tuinhuisje. Die buurt was al donker. Ik kon rustig even kijken. Hij zag weinig de schuttingplaan. En voorzichtig drukte hij de poortdeuren los. Wat hij in donker kon zien, viel hem niet mee. Hij stelde niet veel voor dat naar je tuinhuisje. Was zijn conclusie. Als Geesje er al niet in ging zitten, was dat stampvol. Hij schrikte als hij opeens Jacob de achterdeuren los zwaait. Nou, bedankt. En tot men. Wat denk je, een uur of zo? Het is goed. Herman trekt gauw de poortdeuren dichter en doet net of hij naar de wandel is. O, Herman, ben je dat? Wat ben je nog laat op pad, man? Het is Rolf Jan die hem aanspreekt. Ja, ik wil nog een eindje rondlopen. O ja, op zo'n manier. Nou, wel rusten dan. Waar ben je nou geweest dan? Is de vrouw van Clara, als hij weer in huis is. O, in mijn kijken ben je op achter thuis. En in mijn kijken hoe ver ze waren met tuinhuisje. En, vroeg Clara, nou, als we kijken is loor, maar het is een tuinhuisje van niks. Dat als Geesje erin zit, het al vol is. Nee, dat is niet wat. Nou ja, ze zullen zich wel meer redden. Kom, we gaan naar beneden. De wekkerheid. Clara schrikt wakker en heeft het gevoel dat ze onrustig geslapen heeft. Net of ze gestommeld werden, naast dus. Als ze wat beter lustert, weet ze dat ze gelijk heeft. Zie je het stem, gelopen op pad en net of ze aan het zijn ben. Herman, Herman komt er eens uit, ik hoor een lawaai, naast dus. En die aandacht te keer, gaat eens kijken. Hij eist zich in een mum van tijd in de kleren, wat hij is wies met zijn kippen. Bij de hanen is wel zijn grote trots. Daar zal toch niks mee ween. Als hij hem doet van thuis komt, kan hij zijn ogen niet gluren. Wat leeg op een tuinhuisje, vergeet hij, is het nieuwe nachtoggen voor zijn kippen. Man, man, wat hij nou toch gedaan. En dan moet hij toch eerst in de neus snoeien. Herman, hoef je niet, roept de buurman in koor. Ongelooflijk is die enige wat hij uit kan brengen. Ja, wij dachten de man die zo'n ogen onderscheiding heeft gekregen, dan moeten we weer wat verdoen. Nachthakken op eng grond en de kippen om soms niet meer de grens over. Inmiddels was buurvrouw Fem ook al op toneel verschenen. Voor de toestel voor de boek.
persbureau Reuter, flusterde Rolf Jan er hem aan het oor. Als klaar ook, maar even op, dan maak ik een paar mooie foto's van hem. Beet neer je ogen. Als ze met zijn beiden poseren, verfem, Rolf Jan opeens, laat hem maar luis, arm. Ze kijken allebei achter hem. En dan zien ze wat ze nog nooit eerder gezien hebben. Daar komt de ene aanwandelen, statig en op hoge poten en met de nieuwe stropdassen van Herm aan voor. Hoe zou dat dan? Ach, zei de buurman, bij zo'n feestelijke opening hoor je er net eens uit te zien. Of niet, Herman? Galmde Fem. Herman lachte wat zuinig. En nou allemaal een koffie, jongens, dat hij wel verdient met elkaar, zei Clara. Het rood-witte lint dat de man op neer nachtige hadden gestrekt, wapperde vleurig in de wind.